Iedereen kan zich de prachtige announcement trailer van Dead Island nog wel voor de geest halen. Je zag een gezinnetje dat ging op vakantie naar een prachtig mooi oord. Het ene beeld ging vooruit, het andere beeld ging achteruit en het kwam samen in een hartverscheurend... Wat ben je nou even preken aan het houden? Het was gewoon prachtig. Een vette trailer. En de vraag is alleen, hoe zit het met die game? Is die ook leuk? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Dead Island, the game. Dat is echt belachelijk mooi. Ik kreeg daar kippenvel van. Absoluut. Ik heb hem echt 500 keer afgespeeld op mijn computer. Wie niet? En dit is alleen niet zo slim om zo'n trailer te maken. Kijk, tuurlijk heb je de aandacht als ontwikkelaar en uitgever met zo'n trailer. Ja. Maar uiteindelijk... Je legt de lat heel erg hoog voor jezelf. Precies wat je zegt. De game die kan eigenlijk alleen nog maar tegenvallen met zo'n monster goede trailer. Ik ben altijd wel optimistisch. Ik geef een game de beste kans, maar ik zag die game op. Je ziet een trailer waarin je dronken bent, je slaat mensen voor hun bek. Dat vind ik wel grappig trouwens. Ja, je een beetje agressief en dan val je in slaap. En je weet dan, oké, ik word morgen wakker en dan is het hele eiland, de pleur is uitgebroken. Okay, dus dat zie je niet echt gebeuren? Nee, want je hebt een kater. Ja. Maar dan kom je bij het personage selecteer. Serum. Ja, dat is een beetje raar, hè? Want dan kan je in één keer kiezen uit wie je bent. Maar je bent toch al iemand? Ja, maar je kunt kiezen uit 4 gespecialiseerde mensen. De een kan heel goed met blunt weapons, de ander met geweren, de ander... Ja, dat slaat nergens op, want je bent op vakantie. En je bent niet een bijlenwerper of iets, weet ik veel wat. Je bent op vakantie, je bent een gast. Een of andere Sam B van L.A. En je, een of andere merc, weet je, een mercenary die met helikopter dropt. Okay, en toen dacht je, dit wordt volkomen kut. Maar toch heb je die hele game bijna uitgespeeld nu en je vindt het heel leuk. Dus er is op een gegeven moment gekomen dat je denkt, wow, wat een leuk spelletje. Nou, wat het goede is aan deze game is gewoon de gameplay. Weet je? De zombies afslachten, dat is echt heel tof. En je kunt dus ook wapens vinden in een heleboel en die kun je ook zelf maken. Doet het je een beetje denken aan uit die game ook weer? Dead Rising, ja. Ja, dat doet het je heel erg aan denken, maar in Dead Rising heb je zo'n tijdsdruk. En die heb je hier niet, dus gewoon je bent vogelvrij. En al die zombies die respawnen ook weer. En aan de ene kant is dat negatief, dan denk je, fuck, dan moet ik ze weer allemaal slopen. Ik dacht, na 20, je kunt zien hoe ver je bent. Bij 20-30% dacht ik echt van, weet je, ik heb hier gewoon geen zin in. Het trekt me niet, er zijn te veel schoonheidsfoutjes, je hebt heel veel van die pop-up dingen. Maar toen begon het pas, ik ging van het strand ging ik de stad in, het weer sloeg om. Er waren zoveel zombies die door de stad heen liepen, dat ik gewoon niet mijn vrijheid kon verplaatsen. Ik ging op laddertjes klimmen, op auto's staan en ik voelde me ook echt bedreigd. Ik moest gaan nadenken over wapens. Een beetje The Walking Dead misschien. Op een gegeven moment gaat het hele team die stad in en dan moeten ze gewoon die zombies afleiden om ergens langs te komen. Precies, en de game is niet gericht op humor, maar het gaat om dat je je bedreigd voelt. En het is een RPG, dus als je levelt... Dan levelen die zombies mee. Okay. Dus het is nooit een plek waar heel makkelijke zombies zijn of hele sterke. Dus de game blijft uitdagend. Het is dus een first person zombie slayer, zeg maar. Ja. Maar je hebt ook talent trees, je hebt loot, je hebt van allerlei RPG elementen. Hoe zit dat verwerkt in de game? Ja, dus je kunt allerlei loot verzamelen, daarmee kun je dus je wapens maken. En je verzamelt op een gegeven moment... Geld ook. Ja, geld. Je hebt geld nodig om je wapens te repareren. Ik weet niet aan wie je dat moet geven. Dat zijn wel van die rare dingen, weet je, wat niet klopt. Er zijn een heel aantal dingen die gewoon niet kloppen in de game. Maar dat, op een gegeven moment ga je daar gewoon doorheen kijken. En dan wordt het gewoon heel vet. En wanneer het echt vet wordt, dat is wanneer je deze game als co-op gaat spelen. Ja, je hebt een drop-in, drop-out co-op functie. Hoeveel spelers kan je met 2? Met 4 man. 4 man. Een beetje zoals Left 4 Dead. Ja, maar dit is anders. Je loopt nu gewoon door de wereld heen en als je iemand tegenkomt, dat ziet dan de game, die ongeveer even ver is als jij bent of iets minder ver, dan kun je gewoon op 1 knop drukken en dan sta je binnen 10 seconden sta je in zijn game. En zij kunnen al met z'n 3 bezig zijn en dan hobbel je gewoon mee. Cool. Hij is inmiddels uit Dead Island en jij hebt hem ook gereviewd, dat zie je in de pu, hè? Absoluut. Maar eventjes een voorlopig oordeel, je bent bijna klaar nu. Ja, begin dacht ik echt dat je dit is... Dit,
ik ga die game verbranden. Ja. Nee, het was overdreven. Nee, ik vond het was een aardige game. Het was geen top game. Maar hoe langer ik hem speel en ik heb naar die koop gezien, ik heb gewoon echt heel veel plezier in deze game. Ja. Er zitten te veel schoonheidsfoutjes in om dit echt, weet je wel. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen van Techland heeft deze game een beetje afgeraffeld. Misschien er zat waarschijnlijk tijdsdruk achter, want ik bedoel, er komen in, nou ja, nog hij zoveel goede. Hij was al uitgesteld. Precies, maar er komen nog, ze kunnen die nog langer uitstellen, want er komen zoveel goede games. Als je deze game naast Modern Warfare, Battlefield en FIFA en Skyrim en Assassin's Creed legt en Uncharted, ja, dan verkoop je er twee in de hele wereld. Maar als je hem nu op de markt zet en hij is nu uit, ja, dan is het toch gewoon een leuke vooravontuurtje of zo. Je gaat hier met, als je met z'n tweeën of met z'n drieën bent, qua vrienden, ga je hier echt ontzettend veel plezier aan beleven. Je moet even door het begin heen bijten, even er doorheen kijken en dan wordt het echt heel erg vet. Het is duidelijk dat Techland, het developteam achter deze game, een beetje heeft moeten haasten om het spel af te krijgen. Het is al een keer uitgesteld en ze kunnen het niet nog een keer gaan uitstellen, want dan zitten ze midden in de release van al die vette games van het najaar. Waaronder Skyrim, Battlefield, Modern Warfare, FIFA, Uncharted 3. Al die games, als je daar Dead Island tussen zet, dan is het natuurlijk wacht op problemen, ja, dan verkoop je er niet zoveel. En daarom ligt hij nu in de winkel en hij is eigenlijk best wel leuk en ik denk dat de co-op functie het spel redt, toch of niet? Ja, absoluut. Je moet even door het begin heen bijten. Even als je op het eiland bent, maar zodra je de stad in bent, dan wordt het echt uitdagend, dan wordt het echt leuk en dan moet je gaan nadenken. En dan wordt dit gewoon echt een hele leuke zombie game om samen met je vrienden te spelen.